Ga je aan de slag met de decoupage techniek? Bekijk dan eerst eventjes deze video, want hierin geef ik aan welke fouten er het meest worden gemaakt. En na het bekijken van deze video kun je dit dus zelf voorkomen. Ja, fout nummer 1, denk ik, die niet standaard in de lijst staat, maar die ik je wel graag wil meegeven, is dat je zomaar wat gaat plakken. Dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Dan wordt het ook gewoon niet zo mooi. Het is best wel handig om eventjes uit te denken van wat je zou willen maken. Is het een servet die je geïnspireerd heeft? Of heb je een bepaalde quote in je hoofd waar een mooi patroontje bij past? Dan is dat de basis waar je mee gaat beginnen. Wat wij hebben gedaan is vervolgens eerst kijken waar positioneer je dan die quote? Waar positioneer je de figuurtjes? En dan, als je het helemaal voor je helemaal uit hebt gedacht, dan ga je pas beginnen met plakken. Dus eventjes bedenken wat je gaat doen voordat je aan de slag gaat. Dan fout nummer 2 die veel gemaakt wordt, is dat het voorwerp waar je de decoupage techniek op gaat toepassen, dat die niet van tevoren goed voorbereid wordt. Denk aan hout wat eventueel nog opgeschuurd moet worden, zodat het alle oneffenheden eruit zijn. Want als hier en daar een gaatje zit of een splintertje wat uitsteekt, dan ga je dat ook terugzien in het decoupagewerk. Want het is natuurlijk super fragiel papier, dus dat zie je er echt wel doorheen. Met hout, dus even opschuren. Ga je werken met porselein, dan moet je het eventjes van tevoren goed schoonmaken, stofvrij maken. Werk je met de tegel, haal er dan ook nog eventjes een doekje overheen, zodat die mooi, netjes en schoon is. En hetzelfde geldt voor een vaas of voor een wijnfles. Stel, je gaat werken met een fles of met een houten voorwerp. En de fles is in dit geval donker glas. Of in het geval van een houten voorwerp, donker geschilderd. Dan kan het zijn dat je de print minder goed ziet. Wil je er zeker van zijn dat zo'n mooie print goed doorkomt, zorg dan voor een goede witte basis. Of in ieder geval een lichte basis. We hebben in onze shop hebben we ook spraypaint staan die je hiervoor kunt gebruiken. Dan kun je op een makkelijke manier snel het voorwerp even van een basislaagje voorzien. Hoef je ook niet heel veel zorgen te maken dat het niet egaal is, want je spreekt het dan gewoon egaal rond even in een houten doos bijvoorbeeld. En dan heb je een mooie basis om je servet op te plakken. Fout nummer 4 is dat je te werk met te dik materiaal. Het heeft geen zin om je favoriete behangetje op zo'n tegeltje te printen. Dat wordt eigenlijk gewoon niet mooi. Het ziet er gewoon uit als behang. En dat willen we niet. We willen natuurlijk dat het eruit ziet alsof het geschilderd is. Alsof je het gewoon zelf met een kwast hebt aangebracht. Daarom is het belangrijk dat je, als je een servet gebruikt, dat je alleen de bovenste laagje gebruikt. Wees niet bang dat de print verloren gaat als je ook hebt geluisterd naar de vorige stap. Waarin je een mooie basislaag hebt gegeven aan je object. Dan komt dat helemaal goed. Zorg ervoor dat je dus alleen de bovenste laag gebruikt voor je servet. En even een tipje. Ga niet eerst knippen zoals wij deden in Assaart kan. Maar haal vast de bovenste laag eraf. Dat werkt het makkelijkst. Dan heb je in één keer dat je gewoon kunt beginnen. En ga dan eventueel knippen. Ook voor cadeaupapier geldt dit. Kan ook wat dikker zijn. En dan is het misschien ook nodig om uiteindelijk nog meer lagen vernis aan te brengen. Zodat je dat niet meer ziet. Fout nummer 5 die veel gemaakt wordt, is dat je te veel lijm in één keer gebruikt. Het is niet de bedoeling dat je deze hele fles met lijm in één keer op het tegeltje kloddert. Dan de servet plakt en dan denk je, nou nu ga ik even lekker schuiven en doen. Dat heeft geen zin. Zodra je lijm gebruikt, en zeker als je te veel lijm gebruikt, wordt dat allemaal opgenomen door de servet of door het inpakpapier waar je mee werkt. Het is dus, het wordt er ook super nat en super fragiel van. Het heeft dan geen zin om nog meer lijm aan te brengen. Het wordt er ook heel erg lelijk van. Je wil ook eigenlijk alleen maar lijm hebben waar je lijm nodig hebt. In het geval van het hout heb ik eerst een laagje lijm aangebracht op het hout. Daarna de servet opgeplakt. En toen ben ik met het kwastje heel rustig de lijm gaan verdelen. En alleen op het laatste moment waarop ik nog wat lijm nodig had, heb ik lijm toegevoegd. Ga dus niet met dikke klodders lijm werken. In het geval van het tegeltje is het ook mooier en je krijgt minder foutjes als je gewoon met weinig lijm werkt. Dus doe een klein beetje lijm op de tegel, plak het voorwerp erop, het ornamentje. En veeg daarna met een restje lijm nog eventjes de randjes strak, zodat het mooi weggewerkt kan worden.
Ga je te veel vegen, dan krijg je wat je hier hebt, dat de kleur van de servet ook loskomt. Ook daarom wil je dus niet te veel lijm gebruiken. Ja, fout nummer 6 zijn we volgens mij al. De servet wordt van het gebruiken van de lijm heel erg fragiel. Het breekt snel, het scheurt snel. Dus het laatste wat je moet doen, is als een malle over die servet heen gaan wrijven met je kwast. We gebruiken een kwast met zachte borstelharen. En ook een klein kwastje in dit geval. En met zachte penseelstreken ga je de servet uitstrijken. Doe je dit dus te grof, dan scheurt je servet en wordt het eindresultaat ook niet mooi. Als je je tegeltje gaat beschrijven, beplakken, aan de slag ermee aan het gaan bent, dan is het wel belangrijk dat je weet waar het haakje zit. Want nu zit het haakje dus daar. En zit hij dus eigenlijk zo. Oké. Okay. Oh, balen dit. Volgens mij zijn dit de 7 fouten die het meest gemaakt worden bij het werken met decoupage. En mocht je zelf nog iets hebben ontdekt waarvan je denkt, oh, die tip wil ik graag meegeven aan anderen voordat ze aan de slag gaan met deze techniek, laat het dan hieronder in de reactie even weten. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of jouw decoupage tegeltje is gelukt en wat je hebt gemaakt.